Deze foto uit de startersgids is gemaakt door Karin de Bruin en het is een spectaculaire foto van eigenlijk een vrij simpele plek, een steiger hier ergens in Nederland. Wij zijn samen met Karin op pad gegaan om te kijken hoe ze die foto heeft gemaakt. De plek waar je de foto gemaakt hebt. Ja. Wat is nou het eerste wat jij doet als je hier aankomt? Ik kijk een beetje welke hoogte ik mijn statief ga zetten om een beeld te maken wat mij het meeste aanspreekt. Wat er gebeurt met mijn perspectief als ik steeds lager ga. En dan kom ik uiteindelijk op een beeld uit waarbij ik het mooi vind dat de balustrade vanuit de hoeken aan de bovenkant komt. Het is een beetje gymnastiek. Ik ga door mijn knieën en ik ga omhoog, een stapje naar links en een stapje naar rechts. En dan uiteindelijk bepaal ik op welke hoogte ik de foto wil nemen. En zet ik mijn statief op, want ik werk echt op statief. Door dat statief kun je dus ook die lange sluittijd doen? Ja, want dat zorgt ervoor dat mijn camera echt helemaal stil blijft staan. Het voordeel van een steiger is dat er van die klinknagels in het midden staan. Dus dan weet ik, dat is het midden. Ik haal mijn informatie weg, want ik wil heel goed kijken of alle lijnen uit het hoekje komen. Ben ik niet helemaal tevreden aan deze kant. Ik heb hem op 2 seconden timer staan en dan pas maakt hij de foto. En dat is allemaal om beweging te voorkomen, denk ik, die 2 seconden. Ja, ook, dat is om beweging te voorkomen. Hoe vang je al die kleuren in zo'n beeld? Ja, nou door wat langer te belichten heb je dus nog meer gelegenheid om die kleuren binnen te halen. En ik kijk altijd heel erg goed naar mijn histogram, dat ik zoveel mogelijk op rechts belicht. Als je het histogram voor je ziet, dan heb je aan de linkerkant de schaduwen, de zwarte tinten. En aan de rechterkant de hooglichten en de lichte delen van een foto. En juist daar, in die lichte delen, zitten details. Nooit overbelichten, maar altijd zoveel mogelijk belichten. Want op het moment dat je overbelicht, dan krijg je details aan die rechterkant krijg je niet meer terug. Ik schiet in rol. Dus dan krijg je, als je op de computer kijkt, een beetje een flats beeld te zien. Maar dan kun je door middel van bewerking die kleur wat meer naar voren halen. De kleuren zijn er, hè? Dan bedoel, de kleuren in mijn foto zijn er, alleen ik versterk ze. Ik sta het liefst aan het water, dingen in het water. En dan met filtergebruik proberen om dat water glad te krijgen. Overdag is het natuurlijk leuk, maar het liefste met zonsopkomst en of zonsondergang. Omdat dan de kans bestaat dat er kleuren zijn. Je zei het water glad maken. Ja. Wat bedoel je daarmee? Als je je sluitertijd weet te verlengen, en dat doe ik dan door het gebruik van ND-filters, door donkere plaatjes voor mijn lens te schuiven, dan kun je licht bijgeven door middel van het verlengen van je sluitertijd. En dan wordt de beweging van het water minder zichtbaar. Ander voordeel is dat wolken een beetje vervagen, hè, want je gaat een langere sluitertijd. En kleuren die er zijn, nu niet, maar opkomst of ondergang, die haal je nog iets meer naar binnen. Een gradueel filter, dat is dus dat filter waarbij je de lucht een stukje donkerder maakt. Ja. En waarbij je voorgrond vrij blijft. En als ik dan nog langere sluitertijden wil, dan heb ik een 4-stops filter bijvoorbeeld die ik er dan voor zet. Oh, maar wacht even, want hier gaan we stapelen met filters. Ja. Dus nu heb je je gradueel filter, die zit ervoor. Ja. En dan zet je daarvoor nog weer een ND-filter. En ik bedoel, nu heb ik er een 4-stops voor. Nou ja, en dan. En 4-stops betekent dus ook dat die sluittijd dus 4-stops compenseert weer voor het licht. Ja, en een stop is een halvering of een verdubbeling van het licht. Dus je zou dat niet met een volledige ND-filter kunnen doen? Nee, dat nou is... dan wordt de hele foto donkerder. En dan heb je niet dat je het dynamisch bereik van je camera vergroot. En dan wordt dus de voorgrond of de lucht wordt allebei evenredig langer belicht. Want het dynamisch bereik, want daar hebben we het ook over in het hoofdstuk waar deze foto ook in staat. Die wordt dus vergroot doordat je eigenlijk die lichte delen van de foto wat donkerder maakt. Ja. En de donkere delen met rust laat. Precies. In die foto. Ja, en daardoor, doordat je dus een stukje van het beeld donkerder maakt, kun je het totale beeld langer belichten. Waardoor met name die voorgrond lichter wordt. En een andere manier om dat te ondervangen is door een HDR-foto te maken. Dus een foto met verschillende belichtingen. Als je goed wilt belichten, dan belicht je natuurlijk op de lucht. En dan kan het zijn dat die steiger wat donkerder blijft. Dus in dit geval kun je ervoor kiezen om een HDR te maken. Nou, in mijn camera zit dat gewoon onder een vast knopje. Ja, dat is eigenlijk een soort bracketing waarbij die dus meerdere foto's achter Precies. elkaar neemt. Dus de meting die ik hier heb, dat is de nulmeting en dan maakt hij er eentje een stop hoger en een stop lager. In mijn geval moet ik mijn camera op 2 seconden timer zetten, dan maakt hij ze achter elkaar.
Dus dan heb ik een beeld die natuurlijk ver overbelucht is, belicht is vanwege de, ja, van de lucht. Ik heb een donkere foto waarbij juist de lucht veel mooier is. En ik heb mijn nulmeting. En als ik die drie foto's samenvoeg in Lightroom tot een HDR, dan krijg ik eigenlijk een beeld waarmee ik iets meer aan de schuifjes kan trekken om dan iets meer dat dynamisch bereik te vergroten. Dus ik heb mijn ND-filter, die zet ik ervoor. Dus dat gradueel filter dat heb ik in dit geval ondervangen door die HDR te maken, die bracketing. Precies, ja. Ik kwam af van een 25ste geloof ik. En ik ga naar... Oh ja, dat scheelt enorm hè, wat je nu kan doen. Ja, dus nou, dan maak ik mijn foto. Dan maakt hij dus weer een HDR, maar nu met deze waardes. En waar heb je nu je f-getal op staan? Op 11. Ik hou altijd een beetje de f8 tot maximaal f14, f16 aan. En die ruimte die geeft mij ook de gelegenheid om de sluitertijd te verlengen. Waardoor ik weer de boel wat gladder krijg. Het is wat donkerder, dus dan is het ook wat makkelijker. Ja. Dus ja, dat is een beetje het hele proces. Ja, het enige waar ik nog heel benieuwd naar ben, is de nabewerking van de foto. Ik schiet in RAW, dus je krijgt een beetje een vlak beeld. Dus ik ga naar Lightroom, cameraprofiel aanzetten. Dan ga ik eigenlijk spelen met schuifjes. Het eerste waar ik naar kijk, je hebt kleurprofielen in Lightroom. Dus je kunt kiezen voor kleur, portret, landschap. En als je die al aanklikt, dan krijg je kun je een enorm groot verschil krijgen, ook in de kleurweergave. Ik haal iets de belichting terug. Ik schuif iets met hooglichten, met schaduwen. Nooit te veel, want anders heb je kans dat je wat ghosting eromheen krijgt. Ja, dat betekent dat je eigenlijk een soort van een randje eromheen ziet dat net te veel opvalt. Precies, ja. Dus het is eigenlijk allemaal alles proberen, maar nooit te veel. Ik vind zelf zonsopkomst, over het algemeen is dat mooier. Je bent alleen en de wereld ontwaakt. Ja. En het is wel zo dat het iets stressvoller is. Ik kom graag op plekken die ik ken en dat kan ik ook altijd iedereen aanraden. Want als je hier staat en je bent hier nog nooit geweest en de lucht begint te knallen en jij bent nog niet helemaal uit je compositie en het moet dus een beetje naar links en een beetje naar rechts, dan zijn die kleuren alweer weg. Dus het is dat echt is, een minuten kwestie, hè? Wat dat, het is echt, vaak als je een reeks van foto's maakt, na verloop van tijd zul je zien dat er vaak maar één of twee foto's op het mooiste moment is gemaakt. Ja. Dat duurt maar heel kort. Welke tip zou je aan een beginner willen geven die dit voor het eerst doet? De beste tip is gewoon maak meters. Ga erop uit. Met name als je aan het leren bent, dat is mijn ervaring geweest. Ik fotografeer voornamelijk bij mij in de buurt. Dus als ik een keer een foto had gemaakt en ik kwam thuis, want het gebeurt me nog steeds, dat ik denk, ach, waarom heb ik hier niet een stap naar links of een stap naar rechts of nog net iets langer belicht, dan ga ik gewoon de volgende dag terug. En dat is het meters maken. Leer van je fouten. Ja, als je het lang doet, is het gesneden koek met al die filters. Maar als je het nog nooit gedaan hebt en je gaat het één keer doen, ja, misschien dat je dan denkt van, wat is dit? Nee, wel doorgaan. Ja, precies. Vragen stellen, kijken naar anderen, ja. Wil je nog veel meer leren over fotografie? Download dan gratis onze uitgebreide startersgids.